Vandaag in Jij in de Wijk. Vandaag wordt de vuurwerkramp herdacht. Dus gingen wij langs het Huis van Verhalen in Prismaren. En we gaan de straat op om te zien hoe Enschede Moederdag viert. Bij elkaar zijn vind ik wel heel erg belangrijk. En de gezelligheid. Het is vandaag 13 mei. De dag waarop in Enschede de vuurwerkramp wordt herdacht. Bij het Huis van Verhalen in Prismaren kunnen mensen nog steeds een verhaal kwijt over de ramp die 19 jaar geleden plaatsvond. Maar er is ook ruimte voor meer. Het Huis van Verhalen is voortgekomen uit de stichting Pastoraat na Ramp. Direct na de vuurwerkramp hebben alle kerken van Enschede geld bijeengedaan om voor alle mensen van Enschede, of je nou wel of niet bij een kerk hoorde, een stichting Pastoraat na Ramp op te richten. En daarna was het voor heel veel mensen nog lang niet voorbij. En toen zijn we gaan werken, gaan kijken hoe zullen we dat verder doen. En daaruit is het Huis van Verhalen voortgekomen. Ja, en het is nu al wat jaren geleden. Hoe kunnen jullie nog bestaan? Ja, zeker. Het is nu 19 jaar geleden. En logisch dat de mensen die naar aanleiding van de vuurwerkramp hier komen, voor het luisterende oor minder zijn geworden. We hebben nog wel een paar, dat noemen wij dan vaste klanten, die daar uit voortgekomen zijn. Maar er komen de laatste tijd ook heel veel mensen die hier als hulpverlener zijn geweest naar de vuurwerkramp. Die nog eens weer terugkomen. En ja, dat zijn ook altijd nog wel hele harde verhalen van die mensen. Voor heel veel mensen is het ook nog niet over. En wat hier is in deze huiskamer, dat is heel belangrijk voor Enschede. Het is een klein museum en dat mag eigenlijk nooit verloren gaan. Want nergens in Enschede kun je nog iets terugvinden over de vuurwerkramp. Dit is een kast die herinnert aan de vuurwerkramp van 13 mei 2000. En hier zitten allerlei spullen in die mensen gebracht hebben nadat ze de vuurwerkramp verwerkt hebben. En de meeste van die mensen zijn goed terechtgekomen. Dus die hadden zoiets van, ik kan het nu achter me laten. Maar jullie vertellen hier het verhaal, dus ik wil graag dat het hier terechtkomt. Het voorjaar na de vuurwerkramp, hier stonden drie bomen op het terrein van de vuurwerkramp. En dan zie je dat die bomen, deze is helemaal weer eigenlijk goed gekomen. Nou, deze heeft het heel zwaar gehad. En deze is voorzichtig weer aan nieuw leven begonnen. Ja. En dat is eigenlijk ook wat er hier in de wijk is gebeurd. Eerst was het natuurlijk een enorme puinhoop. Langzamerhand kwam er orde in de chaos. En er bloeide het een en ander op. En nu is het een hele mooie wijk geworden. We gaan veranderen. We zijn nu ook een huiskamer van de buurt. Er komen hier mensen, Turkse dames komen hier op een middag. Er komen hier op woensdagochtend dames handwerken. Op donderdagmiddag kun je kleuren voor volwassenen. We doen één keer in de maand bloemschikken. We hadden een computercursus. We proberen dus wel om de mensen in de wijk hierbij te betrekken. En dan blikken we terug op een iets vrolijkere dag. Moederdag. Wij waren benieuwd hoe jullie afgelopen zondag jullie moeder verrast en verwend hebben. Love you, mom. Leonide, je bent de liefste en allerbeste moeder. Ma, je hebt heel lieve ma. Ik een keer vast, Rita. Ga je nog wat doen met moederdag? Nou, ik ga eerst spalten met mijn stiefmoeder. En daarna gaan we brunchen. Een lekker brunch. En mijn dochter en mijn zoons. En hebben jullie nog wat gekocht? Nee, dat gaan we nu doen. Wat ga je halen dan? Een parfum en ja, ik doe er nog wat bij een paar oorbellen, denk ik. Ze is de allerliefste, toch? Krijgt u altijd cadeautjes met moederdag? Ik wacht af. Ik wacht af. Ja? Het hoeft natuurlijk niet, hè, maar nee. Bij elkaar zijn vind ik wel heel erg belangrijk en de gezelligheid. Gaan jullie nog wat doen met moederdag? Nou, niet speciaal. Uitgebreid ontbijten, denk ik, hoop ik. Dat moeten zij organiseren en verder niet. Wil jij misschien nog iets leuks zeggen tegen je moeder? Dat ik van haar hou. Ik hou van mijn moederdag en mijn moederdag, ik hou van mijn moeder. Nee, mijn dochter is nog een beetje te jong om, om iets voor moederdag te doen. Ik ga heel leuk doen, gaan we heel pisken aan de piskoop. Of ga een keer uit eten. Nou mam, ik hou van je en ik vind dat je het ontzettend goed doet nu Lucas er niet meer is. En ik hoop dat ik je nog heel lang mag ophalen en dat we nog heel veel leuke dingen mag doen met je kleindochters. Kijken naar programma's als Snip en Snap, het Polygoonjournaal en Peppy en Kokkie. Dementerende ouderen in verpleeghuis Bruggerbos kunnen kijken naar programma's uit hun jeugd op een oude buizentelevisie uit de jaren 60 om de ervaring echt compleet te maken. Wij hadden elke woensdagmiddag kinderen in huis. Omdat het allemaal voor kinderen waren, programma's. En die nodigden we uit, want wij waren de eerste van de straat
die een televisie had. En in welk jaar was dat, denkt u? Ik denk in jaren 60 of zoiets. Onze bewoners die leven in de tijd, zeg maar, die wij proberen terug te krijgen door dit hoekje en ook door de televisie. Ik heb een techniek bedacht waarbij je een aantal stappen nodig bent om van digitaal naar analoog te gaan. Zodat we uiteindelijk weer kunnen YouTuben, zeg maar, op een beeldbuis tv uit 1962. Dit is wel een heel mooi hoekje en dat doet dan vroeger denken, dus dat is altijd goed. En de televisie maakt het bijzonder? Waar kijkt u het liefste naar? Ja, allerlei dingen. Muziek, zoals vanmiddag allemaal dingen van vroeger. Toon Hermans. En Snip en Snap, ja. Swiebertje, oh, dat blijft mooi. Ja, dat is altijd iets bijzonders geweest. Het activeert de mensen, want je kan ook muziek gaan draaien. Dus daar komt een stuk emotie binnen, maar ook ze gaan swingen op hun stoel en dat soort dingen. En je creëert ook een stukje veiligheid, want herkenning is ook veiligheid. Dus dat is allemaal heel belangrijk. Dat is heel prettig, dat doet je allemaal weer denken aan vroeger. Door daadwerkelijk het beeld oud te hebben, zeg maar, en daar YouTube-filmpjes op te tonen, kun je ze terughalen naar hun jeugd en zie je dat mensen die eigenlijk in zichzelf gesloten zijn, als ze hier rondwandelen, weer een beetje uit hun schulp komen en gewoon vrolijk zijn. En ja, mensen krijgen echt een opleving en dat is gewoon kippenvel. Dat is mooi om dat te zien, ja. Wil je ook laten zien wat er speelt in jouw wijk? Mail ons! Volgende keer weer een nieuwe aflevering van Jij in de Wijk. Tot volgende week!